Afgelopen zaterdag is het jaarlijkse Maisdoolhof in Meerstad weer geopend voor jong en voor oud. En het Doolhof is populair dit jaar. Het gaat hartstikke goed. We hebben nu een kleine 1000 bezoekers al gehad. En elke dag is het hier gewoon hartstikke druk. Dus daar zijn wij als bureau Meerstad heel erg tevreden mee. We hebben twee doolhoven, een klein doolhof en een groot doolhof. Het kleine doolhof is zeg maar voor de kleine kinderen. En dan hebben we nog het grote doolhof, dan kun je op zoek naar de uitkijktoren. Is ongeveer 4 kilometer naar Paren, dus dan moet je echt wel een beetje lef hebben zeg maar, van dat je de uitdaging aan durft te gaan. Want daar kun je echt wel een uurtje of anderhalf uur in zitten. Jullie zijn met z'n allen doolhof in geweest? Ja. Yeah. En hoe was dat? Leuk. Ja? En wat was dan het allerleukste? Nou, dat we een soort van muizenwacht hadden gezien. En daar schrokken we heel erg van. Ja. En toen we rennen, toen kwamen we uiteindelijk bij de uitgang. Ja, dat was echt gelukkig. Ja. Ja. Dus jullie schrokken heel erg? Ja. Ja. Je bent ook een beetje vies, zie ik. Ja, ik ben gevallen. Ondanks dat het al heel lang droog weer is in Nederland, staat het mais er nog groen bij. Waar de mais zeg maar op staat, dat is hele vochtige grond. Dus op zich voor de omstandigheden voor het mais is dat wel echt heel erg goed. En door die hele warmte, mais moet juist heel veel warmte hebben. En daardoor is het in hele korte tijd is het ook ontzettend hard gegroeid. Maar over een tijdje zullen er toch echt wel weer wat regendruppjes moeten gaan vallen. En wat het voordeel is dat het nu zo droog is, dat je ook niet ziet waar je voorganger heeft gelopen. Dus dat je ook, dat er steeds gewoon echt een doolhof blijft en dat je echt zelf op zoek moet naar de uitgang. Word je s'avonds nog wel eens gebeld met de vraag of je mensen moet komen redden uit het Maisdoolhof? Nou, gelukkig niet. Dat is ook nog geen enkel jaar gebeurd. En wij blijven sowieso altijd wachten totdat iedereen weer het doolhof uit is. Dus nee, wij laten niemand hier alleen achter. En voor de mensen onder ons die dwalen in het doolhof met deze temperaturen niet zien zitten, is er ook een meertje waarin je verkoeling kunt zoeken. De kinderen uit Meerstad hebben het in ieder geval goed bekeken. Maar gelukkig is er wel water hier. Gaan jullie nog het water in? Ja, ik ben Onder je. Ik ben er al een stukje doorheen gelopen. Echt?